De zondag, ja. Even kijken. Nou, nieuw kid on the block natuurlijk, Jack Buck. Van niets de Alfa in. Dat is ja, toch heel spannend. Ik heb hem ook gezien bij een akoestisch sessietje op Eurosonic. En die jongen die heeft een enorm charisma. En goede songs. En dat wordt door jong en oud wordt dat geadopteerd. Dat is natuurlijk ook heel traditioneel, maar het is een onderwerp waar hij over zingt. Het gaat over hier en nu. I'm waiting for you, for I'm broken down. In de Grols hebben we Fools. Dat is een van mijn favorieten. Dit vind ik een hele goede live act. Ik heb ze al een aantal keer gezien ook. En nou, ik vind dat ze gewoon de plaat gemaakt hebben die ze moesten maken. Met dat nummer, met dat nummer My Number. Toch eventjes net groter publiek aangeraakt. Nou, ik denk dat die band in een hele goede ontwikkeling zit. In India, wat wel genoemd wordt de nieuwe Fleetwood Mac. Ze moeten het nog waarmaken, maar Haim, Amerikaanse drie zusjes, goede samenzang. Beetje Fleetwood Mac-achtige productie. Dus ja, nou, ik ben wel benieuwd. Heel benieuwd. Ze moeten er is nog weinig uit van ze. Een paar singeltjes. Het bust een beetje in het circuit. Maar wel even de moeite waard om daar naar te gaan kijken. In de Bravo, het Nationaal Jeugdorkest, samen met Steve Reich. Die komt ook zelf mee. Music for 18 musicians. Eigenlijk minimal voordat minimal in de techno zijn intrede deed. Ja, het is. Ken je Steve Reich? Steve Reich is iemand die met hele mathematische patronen vlecht, door elkaar vlechtende muziek maakt. Het is eigenlijk modern klassiek. Maar ik vind het heel fijn om zo'n plaat af en toe op te zetten. En hij was in het land en ik werd gebeld door het Nationaal Jeugdorkest van. Kunnen we dat doen? En daar hebben we ja op gezegd, dus het lijkt me heel bijzonder. Bij Logenda die dag meneer Dijsselbloem, minister van Financiën. Ik ben bang dat hij niet hele grote uitspraken mag doen over de financiën, maar toch spannend om daar even naartoe te gaan, lijkt me. In de X-Ray Deep Valley. Twee dames die rocken alsof het 1970 is. Een beetje White Stripes gevoel krijg je erbij. Een beetje oude, de echte goede oude metal, hard rock in de 70s zin van het woord. Ik vind het een fantastische act op de plaat. Ik heb ze zelf nooit live gezien.